Eerst Tempa, nu bijeen. Ja, is een nieuwe pipeline unlocked. Waarom dacht je van, dit is het moment om voor bijeen de kamer in te gaan? Waarom dacht ik dat? Neem jullie Sylvana ook iets kwalijk? Ik neem Sylvana helemaal niks kwalijk, nee. En ik denk weinigen. Had Sylvana de opvolging lekker geregeld? Lekker is een groot woord, zou ik zeggen. Wie is Edson? Wie is Edson? Dat is een hele goede vraag. Waarom moeten mensen bijeen stemmen? Tegen mij is gezegd dat ik het even moet doorverwijzen naar morgen. Ja, dat is tegen... Lisa, jij bent nummer 2. Wat zeg jij? Oh, lekker. Gewoon. Oké. Okay. Hoe ga jij jezelf presenteren de komende weken aan Nederland? Dat doe ik nu door met jou hier te staan, praten. Ja. Dus dat is één. Dat doe je ook niet voor je lol natuurlijk. We zijn vandaag bij het bijeencongres. En wij vragen de leden, is de partij wel klaar voor de verkiezingen? Hoe gaat het intern? Nou, eigenlijk nu weer, zoals je ziet, een heel stuk beter dan het van de zomer is gegaan. We hebben een rottige zomer achter de rug. Dat is geen geheim geweest, dat heeft in alle kranten gestaan. Dat was wel even de uitdaging. Maar, zoals ik vandaag weer zie, we zijn als die Phoenix die uit de as reist, staan we er weer. Was het niet handig geweest dat Sylvana jou als opvolger wat meer tijd had gegeven om bijvoorbeeld wat publiek profiel op te bouwen? Het gaat niet zozeer om mij. Die vraag is heel terecht. We hadden altijd dingen beter kunnen doen. Dingen hadden altijd fijner gekund. Ik snap ook wel dat Sylvana op een gegeven moment zegt, ja, soms op een gegeven moment gaat het niet meer. En is het ook tijd voor een nieuwe generatie. Neem je Sylvana ook iets kwalijk? Ik neem Sylvana helemaal niks kwalijk, nee. En ik denk weinigen. Dat ze op een heel kwetsbaar moment is weggegaan zonder enige voorbereiding voor een opvolger. Ja, maar dat is uiteindelijk je persoonlijke keus. En haar overwegingen zijn natuurlijk... Maar je hebt toch ook wel iets van verantwoordelijkheid richting een partij? Ja, maar je hebt ook een verantwoordelijkheid naar jezelf. En ik vind dat daarin heel erg integer welke keuzes zij heeft gemaakt. En heeft gezegd, op het moment dat zij het niet meer kan, dan moet iemand anders komen. En daar kan ik alleen maar om prijzen. De partij stond er niet heel lekker voor op het moment dat Sil zei van, nou, ik zie het niet meer zitten. Dat klopt zeker, maar ik geloof er wel in van als het je niet meer lukt, als het echt niet meer gaat, dat je ook moet stoppen. Van alle plannen in jullie verkiezingsprogramma, ja. Wat vind jij het allermooist? Het allermooiste moet ik kiezen. Nou, noem er een paar. Dit is een soort zendtijd voor bijeen. Nou, geweldig. De zendtijd voor bijeen. Nou, wat ik heel mooi vind is dat wij kiezen voor een radicaal andere immigratiepolitiek. Hè, voornamelijk nu in Den Haag gaat het erover hoe kunnen we elkaar overbieden om zoveel mogelijk vluchtelingen bij te houden. Smerige asieldeals te sluiten met Tunesië, met de fasciste premier van Italië ernaast. En wij zijn de enige partij volgens mij die nog durft te zeggen, fuck it, we gooien gewoon die grenzen open. Wat is jouw favoriete punt uit het bijeenprogramma? Dat is een hele goede vraag. Ik zou zeggen het decoloniale beleid. Dat we daar echt naartoe moeten. Dat we echt de focus daarop moeten zetten. Want we spreken altijd van een post-colonial society. Maar daar zijn we nog niet. Nog lang niet. We zitten er nog middenin. Helemaal open. Ja, tuurlijk. Voor iedereen. Nou, wat wij zeggen, ja. Ja, waarom niet? Nee, dat is gewoon een vraag. Nee, maar dat is oprecht. Ja, nee, ik snap de vraag. Maar dat is natuurlijk het tegenwicht dat je ook wel moet brengen in deze tijd. Weet je, we moeten zorgen dat we de grondoorzaken wegnemen waarom mensen moeten vluchten. Dat is waarvoor wij ons programma hebben over defensie. Waarom wij zeggen, we willen geen militaire interventies meer. We willen niet investeren meer in oorlog. De voorzitter van de socialisten. Ja, inderdaad. Vertel. Wat doen jullie hier vandaag? We hebben gewoon goed contact met bijeen. En we werden uitgenodigd en daar zijn we op ingegaan om mensen te informeren over ons. Decolonialiseren, wat is dat dan? Dat is breken met het imperialisme, dat is een stukje gedachtegoed ook. Dus zeg maar ook decolonize the mind. Bijeen heeft wel een best wel sterk anti-imperialistisch profiel. Past dat wel bij jullie? Ja. Ja. Anti-imperialisme, wat betekent dat? Anti-imperialisme betekent strijden tegen het imperialistische systeem, tegen globaal kapitalisme, dat mensen uitbuit, dat oorlog veroorzaakt, dat letterlijk het economische, culturele leven op aarde op dit moment controleert. Welke internationale organisatie heeft de socialisten wel respect voor? Hoe bedoel je wel respect voor? Nou ja, noem buiten het Westen. Noem één organisatie waarvan je denkt, die is lekker bezig. Wanneer noem je iets respect hebben? Zijn er volgens jou andere organisaties waar we iets van zouden kunnen leren? Volgens mij zijn er in letterlijk elk land in het globale zuiden, maar ook in het globale noorden, revolutionaire organisaties waar we ontzettend veel inspiratie uit kunnen halen. Van communistische partijen tot kleine revolutionaire organisaties, nationale bevrijdingsbewegingen. Decolonisatie, hoe zou je dat vormgeven?
Oef, dat is wel echt een happy even. Voor mij vooral decolonisatie in onderwijs. Dus dat we echt het eurocentrische perspectief gaan loslaten. Iemand heeft dus net een broodje van buiten gebracht. En hij is fucking goed. Hij is een soort van spicy. Hij is een beetje fris. Hij is een beetje zoet-zuur. Het is volgens mij een soort vega-kip. Shout-out naar Bijeen voor de beste... Dit is het beste gratis broodje wat ik ooit gehad heb. Waarom moeten mensen Bijeen stemmen? Tegen mij is gezegd dat ik even moet doorverwijzen naar morgen. Ja, dat is tegen... Lisa, jij bent nummer 2. Wat zeg jij? Oh, lekker. Gewoon... Oké. Omdat wij radicale gelijkwaardigheid en economische rechtvaardigheid terug willen brengen in de Kamer. Waarom stemmen jullie Bijeen? Omdat ik van mening ben dat Bijeen de enige partij is die een daadwerkelijke klassenstrijd voert. Gaan jullie met die nieuwe zetel dan? Gaan jullie dan deze keer wel meer doen voor activisten in Nederland bijvoorbeeld? We zijn een activistenpartij, dus dat doen we al. Nou ja, maar de laatste keer werd die zetel bijna alleen maar gebruikt voor die parlementaire commissie. En een beetje aansturen op hervormingen. Terwijl het was natuurlijk ook een beetje de belofte van... we gaan een podium zijn voor mensen die dingen op straat doen. En dat heb ik eigenlijk heel weinig gezien de afgelopen tijd. Ik begrijp wat je bedoelt. Het is altijd heel lastig als je, als je in de Tweede Kamer terechtkomt... en je hebt maar één zetel. Dan moet je keuzes maken. Dat blijft gewoon heel lastig. Waarom Bijeen en niet bijvoorbeeld PvdA? Wij zijn geen klassenverraders. Ik bedoel, hebben die PvdA gezien? Die gaan waarschijnlijk gewoon met de VVD zo in het kabinet. Met Timmer Frans. Dus dat is een verloren zaak, PvdA. Zijn daar wel altijd de juiste keuzes gemaakt? Daar kan je soms aan twijfelen, maar ik denk dat de keuze is gemaakt om mee te doen aan die parlementaire enquête fraude. Dat is wel een goede keuze. Sylvaan laat hier iets moois achter. Wat brengen jullie wat andere mensen niet brengen? Anticapitalisme. Wij brengen wat we bijvoorbeeld hebben gedaan met de excuses van de koning over de slavernij. Ik denk ook niet dat was gelukt zonder wat wij in de Kamer hebben gebracht. Dus decolonisatie. Ik weet dat er veel drama is geweest afgelopen tijd bij Bijeen. Maar ik denk dat het belangrijk is om twijfelaars om hun gedachten te houden dat Bijeen nooit concessies heeft gedaan. En dat waarschijnlijk ook nooit gaat doen. En dat je weet waar je voor kiest en dat je belangen daarin daadwerkelijk worden behartigd door mensen en niet door celebrities. Nummer 10, toch? 9. Nummer 9. Eentje hoger. Nee, oké. Nou wordt het hoger. Edson is niet zo bekend. Nee, dat weet ik. Maar dat wil... Kijk, je stemt niet op een persoon. Je stemt op een partij. Daar geloof ik ook in. Je stemt op dat programma, niet op de persoon die er gaat zitten. Mensen die soort van twijfelen of ze op Bijeen moeten gaan stemmen. Wat zou je tegen ze zeggen? Mensen die twijfelen of ze op Bijeen zouden moeten stemmen. Nou ja, weet je, als je echt op zoek bent naar een kritische stem in de Tweede Kamer. Als je op zoek bent naar mensen die autoriteit bevragen. En niet bang zijn om een beetje de underdog te zijn. Dan moet je Bijeen stemmen. En als je wil dat dingen blijven zoals ze nu zijn, dan doe je ding. Okay. Ja, toch? Okay. Ja, worden allemaal armer. Het wordt allemaal duurder. Ja, als je daar verandering in wil zien, dan moet je echt voor iemand gaan die daar kritisch over is. En dat zijn wij. Fair enough. Nou, veel succes. Thanks.